Bijna altijd gaat iedereen daar massaal op antwoorden: ja, natuurlijk, neem er gerust een extra filter bij of neem er een groter filter bij, want te veel kan je nooit filteren. Wel, het tegendeel is waar: je kan wel degelijk te veel gaan filteren. Welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine's Valley. Mijn naam is Dominic Maas met mijn kanaal Spoeling om zoveel mogelijk gratis begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to the point informatie te geven over het huiden van het Aquarium naar jullie toe. Als je nog niet geabonneerd bent, zou ik jou zeker graag verzoeken om dat te gaan doen. Op die manier zal je meldingen binnenkrijgen wanneer ik een volgende video upload en in mijn video's. Probeer ik te bereiken dat jullie je hobby zo gemakkelijk mogelijk kunnen gaan houden door jullie veel informatie te gaan geven over het houden van de hobby. Vandaag wil ik het met jullie hebben over iets wat soms delicaat ligt. Heel vaak lees ik ergens op een Facebook post of dergelijke. Kan ik teveel filtering hebben? Zou ik een extra filter bijplaatsen? Zou ik een groter filter gaan nemen in mijn situatie? Ja, dan nee. Bijna altijd gaat iedereen daar massaal op antwoorden, ja natuurlijk, neem er gerust een extra filter bij, of neem er een groter filter bij, want te veel kan je nooit filteren. Wel, het tegendeel is waar. Je kan wel degelijk te veel gaan filteren. Hoewel dat een klein beetje moet genuanceerd worden als ik dat zeg. Wat bedoel ik met kan je te veel gaan filteren? Vrij eenvoudig. Je kan te veel debiet gaan hebben. Debit en filtering is iets totaal anders. Als je één potfilter bijvoorbeeld hebt, kan je te weinig filtering hebben voor jouw visbestand. Ik neem nu maar een voorbeeld. We nemen een oude, klassieke Eheim filterpot. Hele goede dingen, maar vaak een vrij beperkt volume. Stel nu dat daar één liter biologisch materiaal, bijvoorbeeld seraciporax, in zit. Dan kan dat zeker en vast te weinig gaan zijn om een ik noem maar iets, een aquarium van 300 liter met 10 discusvissen in te gaan houden. Dat kan wel degelijk veel te weinig zijn en dat zal ook waarschijnlijk in dat geval veel te weinig zijn. Heeft het dan nut om daar twee knurten van potfilters onder te gaan zetten of zelfs er een bioloog onder te gaan duwen? Wel, dat antwoord is net iets anders. Vergeet niet dat de inhoud van je biologische massa niet gelijk staat aan het debiet wat jouw pomp doet. Heel vaak zeg ik tegen mensen, ik denk dat je te weinig filtering hebt, ja, maar nogthans, mijn potfilter doet driemaal het volume van het aquarium. Dat laatste is de beat. Dat eerste is biologische massa. Biologische massa is het belangrijkste. Wanneer je te weinig biologische massa hebt, maar meer dan genoeg stroming, zal jouw aquarium niet noodzakelijk beter gefilterd worden. Wanneer je meer biologische massa hebt en eigenlijk een tekort aan stroming, zal jouw aquarium veel beter gefilterd worden? Het is dus voordat we beginnen aan de rest van deze video heel belangrijk dat je beseft dat filtering eigenlijk de biologische massa is en niet het debiet wat jouw pomp doet. Eenmaal we dat weten. We blijven bij dat voorbeeld van 10 vissen in een 300-liter aquarium. Die 10 vissen gaan een bepaalde hoeveelheid afvalstoffen afscheiden ammonia gaan afscheiden niet al omgezet wordt door de nitrosomonas en de nitrobacter richting nitraat via nitriet uiteindelijk. Hoeveel van die bacteriën die filterbacteriën die nitrosomonas en nitrobacter alhoewel dat niet helemaal juist is, maar hoeveel van die bacteriën gaan er nou in jouw aquarium zijn? Gaan er dat er evenveel zijn als dat er maar kunnen zetten op jouw biologisch materiaal of gaan zij Afhankelijk zijn van de hoeveelheid belasting dat er is. Dat is vrij eenvoudig. Het is afhankelijk van hoeveel belasting jouw aquarium heeft. Ik geef dat met een voorbeeld. Bacteriën zijn levende wezens. De afvalstoffen van onze vissen zijn hun voeding. Wanneer zij geen voldoende voeding krijgen, gaan zij niet verder kweken en als er een tekort aan voeding is, gaan zij simpelweg sterven. Dus als je te weinig afvalstoffen hebt binnen jouw Aquarium, dan zullen een deel van jouw bacteriën gaan afsterven omdat ze geen eten hebben. Ik ga het met een concreet voorbeeld tonen. Stel nu dat jouw 10 vissen zorgen voor voldoende afvalstoffen om deze hoeveelheid aan bacteriën te hebben. Stel nu dat elk zandkorreltje een bacterie is of overeenkomt met één bacterie. We hebben deze hoeveelheid in ons aquarium zitten. Gaan we meer vissen krijgen, meer belasting en als er plaats is voor de bacteriën om zich te hechten, zal hier meer bacteriën bij komen. Hebben we minder belasting, zullen we minder bacteriën hebben. Nu dat we dit weten, is het dan zinvol om daar een tweede potfilter te gaan bijzetten? Zal deze zich ook volledig vullen? Nee, deze zal zich niet volledig gaan vullen. Waarom niet? Simpelweg omdat. De hoeveelheid bacteriën afhankelijk is van de hoeveelheid vervuiling. Als we dus een tweede potfilter bijzetten, dan gebeurt dit. Onze bacteriën gaan zich verspreiden over twee potfilters. Hier zal dus de biologische massa maar voor de helft belast zijn met bacteriën. Kan dat nu kwaad? Ja, dat kan zeker weten kwaad. Waarom? Omwille van verschillende redenen. Je doet filter onderhoudt. Deze filter ga je volledig gaan onderhouden, gaan elimineren. We hebben nog de helft van de bacteriën over. Dus hoewel we dan denken van we hebben meer dan voldoende filtering, dus het zal wel geen kwaad kunnen dat ik mijn ene filter ga reinigen. Helaas, we hebben maar de helft meer over. Dat is één van de redenen. Een rechtstreeks gevolg daarvan, wanneer we nog steeds die twee filters hebben. We hebben uiteindelijk hier de helft van het filtermateriaal die geen bacteriën heeft. De hoeveelheid water die er blijft doorstromen blijft hetzelfde. Dus er zal een, de helft van het, het water die door het filter stroomt zal niet gefilterd worden. Omdat ze niet passeren aan filtermateriaal waar bacteriën op gehuisvest zijn. Als de filterbacteriën, dus deze helft van bacteriën, zich gaat verspreiden over het hele filter, dan nog heb je steeds per kubieke decimeter bijvoorbeeld, filtermateriaal, heb je nog maar steeds de helft van de bacteriebezetting en zal het dus niet voldoende gefilterd worden. Bovendien loop je het risico, wanneer je de beide filters inschakelt, dat je een teveel aan debiet zal hebben binnen jouw aquarium. Maar wat is nu wijsheid? Wat is nu de hoeveelheid filtering die we nodig hebben? Helaas bestaan daar geen gelden regeltjes over. Je kan niet gaan zeggen je hebt zoveel vissen en zoveel liter, dus zoveel filtering nodig. Standaard gaan we voor één of gaan we voor twee filters gaan. Niemand die jou daar een duidelijk antwoord op kan geven. Het is beter om twee kleinere filters te gaan hebben dan twee grotere filters, als die tenminste voldoende zijn om jouw ganse visbestand te gaan opvangen. Helaas is dat dus trial and error. Proberen en kijken wat het beste resultaat geeft. Er bestaat geen pasklaar antwoord op. Maar weet gewoon dat te veel filteren wel degelijk kan. Welk nadeel heeft het? Een paar kleinere nadelen, maar op zich niet noodzakelijk iets waar je je heel veel zorgen moet in gaan maken. Als je dan toch al twee filters zou willen gaan gebruiken, bijvoorbeeld om wat meer stroming door jouw bak te hebben, dan zou ik eerder adviseren om het biologische materiaal in één filter te laten, zodanig dat alle bacteriën zich daarop kunnen focussen en dat dat ene filter mooi netjes vol zit met heel veel filterbacteriën. Je gebruikt dan het andere filter om mechanisch te gaan filteren. Mechanisch filteren is het fysiek tegenhouden van. Stofdeeltjes, vuildeeltjes, algen, voerresten, uitwerpselen, noem maar op. Ga deze dus gaan stuwen met spons en filterwatten, zodanig dat de hele kleine deeltjes uit jouw aquarium gefilterd worden. Ik hoop dat je iets had aan deze video. Ik hoop dat je iets hebt bijgeleerd. Ik hoop dat ik sommige mensen tot de realiteit heb gebracht dat veel filteren wel degelijk kan en dat het niet altijd een goede zaak is. We zien elkaar ongetwijfeld in een volgende video. Ik wens jullie verder nog een fijne dag toe en vergeet zeker en vast niet om op die abonneren knop en op dat duimpje omhoog te klikken. Fijne dag nog, dag!